In Veghel werd maandagavond de eerste editie van Pitch Perfect Meierijstad gehouden. 4 startende ondernemers mochten hun bedrijf pitchen en maakten hierbij kans op een groot prijzenpakket. De winnares was Anne van der Pas uit Sint-Oederode, met haar huidverzorgingsbedrijf Zepi. Dat is de kleine aanzet in die financiële markt mee te geven. Ja, bij deze. Van harte gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Maak er munt van en doe er iets mee. Ja, ik wil met zeep maken, daarom heet mijn bedrijfje ook Zepi. Met een gezichtszeep en een lichaamszeep. Want tijdens COVID moest iedereen zijn handen zoveel wassen. Handen waren allemaal droogstroef van iedereen. Dus ik wilde echt iets verzorgends eigenlijk maken. Ja, ik ben echt flink aan het uitbreiden. Ook voor andere bedrijven aan het werken. En niet alleen voor mezelf en mezelf promoten. Maar ook echt wel meer als groothandel aan de slag. En daar krijg ik nu dus heel veel hulp mee. En dat is wel echt heel erg fijn, want het wordt gewoon eigenlijk te groot voor mezelf om het aan te pakken. Dus het is echt wel perfect om deze hulp aangeboden te krijgen. Pitch Perfect is een idee van Bedrijfsloket Meierijstad. Een stichting die lokale ondernemers adviseert en ondersteunt. Uiteindelijk was de avond dan ook vooral bedoeld om startende ondernemers een steuntje in de rug te geven. Dat blijkt ook uit het prijzenpakket. Er komen allerlei verschillende dingen aan bod. Met name natuurlijk wat vooruitspringt is de hoofdprijs. 500 euro prijzengeld vanuit de gemeente Meierijstad. Maar daarnaast ook een werkplek bij Startup Meierijstad. Ook 1-op-1 coaching van de juryleden door middel van een lunch. En verschillende coachingpakketten. Dat zijn geen onbelangrijke dingen. En dat is denk ik ook het belang wat de jury op het einde probeerde te benadrukken. Hè. We hebben al een uitgebreid coachingpakket samengesteld. Een heel divers coachingpakket. Dus er komt marketing aan bod, maar ook verzekeringen. Als startende ondernemer is dat natuurlijk uiterst belangrijk. Maar ja, de juryleden die doen daar ook nog eens een schepje bovenop door gewoon een persoonlijk coachingstraject vanuit 2 ervaren ondernemings toe te voegen. En ik denk dat dat gewoon benadrukt wat het belang is van deze avond en van deze prijzen. De jury voegde dit coachingstraject last minute toe aan de prijzen om Anne zoveel mogelijk te helpen met het uitbouwen van haar bedrijf. Aan ambitie heeft ze in ieder geval geen gebrek. Nou ja, ik denk eigenlijk meer over een paar jaar. Vooral omdat ik dus nu zwanger ben en over een paar maanden weer een kindje krijg. Maar ik hoop gewoon dat ik ontzettend mooie huidverzorgingsproducten kan maken als groothandel voor andere bedrijven. Die ik specifiek voor hun formuleer en die ook echt goed zijn voor je huid en duurzaam voor de wereld.